Net als wij viert Picnic een jubileum. Want al 5 jaar lang rijden de elektrische autootjes met de boodschappen in Nederland. En nu ook in Duitsland. Toen ze begonnen was de online boodschappenmarkt nog heel klein, namelijk 1%. En waren er allerlei alternatieven om online je boodschappen te doen. Toch groeien ze sneller dan iedereen. Dus de vraag is, wat maakt ze zo succesvol? Ik vraag het aan oprichter Joris Bekkers. Joris, welkom. Ja. Jullie hebben vanaf het begin af aan bij Picnic de klant voorop gezet. Wij zeggen ook altijd bij SparkOptimus, je moet de klant voorop zetten. 5 jaar geleden deden klanten natuurlijk ook al online boodschappen, maar hadden ze nog een aantal barrières om dat te doen. Wat waren die barrières en hoe hebben jullie als Picnic die opgelost? Namelijk met een eigenlijk vrij simpele observatie dat heel veel mensen heel veel spulletjes online kochten. En dat waren voornamelijk non-food-achtige spulletjes, dus boeken, reizen. En als je dat uitdrukt in sales was ongeveer 30% zeg maar, online gekocht. En in food was het 1%. En dat kwam omdat eigenlijk je de aardbeien en andere verse spulletjes niet met de post kan sturen. En toen zijn we steeds verder gaan denken, hoe zou je nou een keten in elkaar kunnen zetten, zodat je een online versie van een supermarkt creëert, die eigenlijk dezelfde functie vervult als een supermarktwinkel. En nou ja, verder gravend zijn we natuurlijk ook inderdaad bij de SRV-man uitgekomen. Dus op een gegeven moment zijn we met wat SRV-mannen, er bestaan er nog een paar, een stuk of 100 of zo in Nederland, in Leidschendam ben ik een keer mee gaan rijden. En ik maakte met man een rondje en aan het eind van het rondje vroeg ik, wat is nou jouw geheim? En toen deed hij dit. Ik zei, wat is dit? Ja. Zei hij, ik heb de grootste sleutelbos van Leidschendam. Hij had gewoon achterdeursleutels van heel veel mensen. En die zeiden, zet het maar binnen voor mij. Begrijp ik natuurlijk heel goed. En toen dacht ik, god, dat is toch ongelooflijk dat je iemand zo vertrouwt dat je de achterdeursleutel van je huis heeft. Ja. Dus het gaat om vertrouwen. Dus jullie hebben gezegd dat vertrouwen is het allerbelangrijkst. Maar er waren toch nog andere barrières om online te kopen voor mensen. Als je een bezorgservice liet komen, moest je daar extra voor betalen. En dat voelt een beetje slecht, alsof je zelf te lui bent om naar de winkel te gaan. Of als ik het anders vertaal, hoe zou de supermarkt eruit zien als je een tientje toegang moest betalen? Ja. Dus het is best wel een groot bedrag. En voor mensen in Amsterdam-Zuid niet. Hè, maar in heel veel zeg maar meer gemiddelde gezinnen wel. Ja. En die hebben natuurlijk net zo druk, hè? Een leraar, getrouwd met een politieagent en heeft 2 kinderen, heeft een net zo druk leven als een advocaat getrouwd met een arts. En ook in die context van die drukte, ik denk dat mensen ook meer voorspelbare bezorgtijden wilden. Hè? En daar heb je natuurlijk ook voor gezorgd. Ja, nou, ja, ook een beetje. En dat is eigenlijk een mes wat aan 2 kanten snijdt. Want we zijn toen gaan kijken naar die bezorging. Wat ons toen opviel, is dat die autootjes allemaal kriskras door de stad reden. Ja. En dus toen dachten wij, wat er ontstaan is in de bezorging, is een soort taximodel. Allemaal autootjes kriskras door de stad. En toen vroegen wij ons af, hoe zou de bus eruit zien? En de bus die zou vaste rondjes maken. Die zou zeggen, ja, ik ga niet 10 keer per dag naar de straat. Ja. En nou, dat zijn we gaan doen. En dat kan je aan de ene kant zien als een beperking. We komen 1 keer per dag en niet 10 keer per dag langs. Aan de andere kant is het veel efficiënter, groener, beter voor een stad. Ja. En het doet iets, het tweede iets, het brengt meer ritme erin. Want je weet gewoon, nou ja, iedere donderdag om 7 uur vind ik prima. Dat is mijn picknickmoment. Ja, dus daar inderdaad bepaalde voorspelbaarheid in. En dan binnen, dan hoef je zeg maar niet 2 jaar thuis te blijven om te bedenken wanneer jullie precies komen. Nee, dan kun je minute precise, net als een bus, een busschema. Dan weet de bus gewoon, om 3 minuten over 4 ben ik bij deze halte. Ja. Daarna hebben jullie volgens mij enorm geconcentreerd op het volledig herinrichten van die hele waardeketen. Die hele keten die erachter ligt. Kun je daar iets over vertellen? Je kunt niet, zeg maar, voor dezelfde prijs bij mensen thuis brengen zonder bezorgkosten, als je niet serieus iets verandert in de koststructuur. Dus wij moesten dus ergens kijken, waar kunnen we efficiënter zijn? Ja. Nou, maar we zijn veel verder gegaan met kijken, goh, als er nou spullen in dozen zitten, er zit heel veel lucht in, dat is allemaal gericht op winkels, hebben wij dat ook nodig? Kunnen we misschien die dozen aflaten? Wat gebeurt er als we die dozen aflaten? Nou ja, zo eindeloos kleine stapjes, soms grote, soms kleine stapjes, hebben we zeg maar allemaal kosten uit die keten gehaald om het betaalbaar te maken. En uiteindelijk een winstgevende business van te kunnen maken. En ik denk onderdeel daarvan is ook dat jullie volgens mij een kleiner assortiment hebben. Kleiner assortiment, dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Eigenlijk bij alles wat we doen, denken we een beetje na van, een beetje verwonderd, want we doen het meestal voor het eerst. Want we snappen eigenlijk niks van. Want ik heb nog nooit in de supermarkt gewerkt. Ja, nee, met een soort verwondering. Goh, als we nou zeezout gaan verkopen, hoeveel pakjes zeezout zouden we dan moeten hebben? Nou, en wij denken dan met onze onnozele gedachten, misschien een potje en een doosje of zo. En dan gaan we in de supermarkt kijken en dan zien we er 20. En dan denken we, goh,
zouden mensen dit nou echt willen? Of waarom staan daar nou 20? Omdat als je er 2 op een schap zet, kan je ze helemaal niet vinden. Ja. Dus de presentatie van de producten is hetzelfde als de opslag van de producten. En dat is bij ons natuurlijk gescheiden, want de presentatie is een foto in de app. En bij ons ligt het verder in het magazijn. En vervolgens hebben we een feature geïntroduceerd, want we dachten, we hebben het vast fout. Mis je iets? Dus bij alles wat we verkopen, bij iedere categorie kan je als klant aangeven, nou, ik wil eigenlijk ook nog zo'n soort CSA. Nou, en als dan genoeg mensen dat doen, dan gaan we dat verkopen. Ja. Dus die assortiment wat we verkopen, is gewoon gemaakt door klanten. Ja. En in andere, ik geef nu een voorbeeld van waar we veel minder hebben dan een supermarkt. Dus het is lang niet overal waar. Ja. Maar er zijn wel categorieën waar heel veel overkeuze is. Ja. Waar je het eigenlijk heel ingewikkeld maakt voor mensen. En ze denken, joh, ik zoek gewoon peper. En doe mij gewoon korrels. Of een zakje. Maar dat is het. Ja. Nou, en wat jij dus ook al aanraakt hierbij, is dat jullie natuurlijk ongelooflijk ook goed gebruik maken van data om aan de klantbehoeften te voldoen. En hierbij zeg je van, daardoor is ons productassortiment heel relevant, omdat we eigenlijk alles weten van wat de klanten willen en bestellen. Anders geven ze wel feedback als ze iets missen. Ja. Zoals wij ook altijd zeggen, het is een middel om het voor de klant beter te maken, om lagere kosten te krijgen en ook iets goeds doen voor het milieu. Misschien kun je nog verder zeggen hoe jullie data gebruiken om die 3 dingen te doen. Nou, dat is helemaal precies zoals je het zegt. Een heel leuk ander voorbeeld waar we eigenlijk het laatste jaar veel hebben gedaan. Er zijn talloze voorbeelden, hè? Maar ik neem een paar aan. Is veilig rijden. We hebben een driving coach ontwikkeld. Dus een applicatie die onze zorgers helpt om veilig te rijden. En wat doet die applicatie? Die kijkt, waar zitten de gevaarlijke punten in de route? Hè? Ja. Waar bijvoorbeeld een scherpe bocht of een afdakje die je tegenaan moet rijden. Of überhaupt niet te hard rijden, of als je bochten te hard neemt. En met de telefoon kun je heel goed meten hoe iemand rijdt. En wij geven daar live feedback op. Je krijgt gewoon een score. Dat is heel fijn, hè? Want dan kunnen we ook kijken. Dan kunnen we helpen om jouw gedrag te verbeteren. En wij hebben allemaal wel eens bezorgbusjes van wie dan ook zien rondrijden. Die misschien iets harder door de straten scheuren dan je eigenlijk zou willen. Ja. Maar, en dat is ook puur data inzetten. Ja. En op een hele human-vriendelijke manier. Dus niet om te controleren of zo. We doen er ook verder niks mee, maar we zeggen alleen maar, goh, weet je, pas op. En dat is heel fijn. Ja. Nou, dat is een manier. We gebruiken het in onze eigen supply chain ook heel erg veel. Hè? Dus doordat we eigenlijk alle data helemaal aan elkaar koppelen. Dus als een product mist, niet vaak, maar ook wel eens bij ons gebeurt, dan nooit. Bijna nooit. Maar nee, natuurlijk gebeuren al die dingen bij ons ook. Dan komt het gewoon terug bij de shopper, zoals we noemen, de orderpicker die het gepikt heeft. En het is zelfs fijn om te weten, want vast niet expres gedaan. Nee, geweldig. En volgens mij zet u dat heel goed in. En ook bij klantenservice volgens mij zet u het in, toch? Het gebeurt soms bij ons ook wel eens dat het product niet helemaal goed is. En dan vroeger ging je de klantenservice bellen. En nu dachten we, die kunnen we allemaal gaan beoordelen, maar we gaan ze toch vergoeden. Dus waarom maken we niet gewoon een knop in de app dat je kan zeggen, de tomaten waren deze keer niet goed. Prima, automatisch geld terug, klaar. Ja. Iedereen fijn, weet je ook meteen dat het gebeurt is als klant. Ja. Ja, en daar gaat natuurlijk helemaal niks mis, want in theorie zou je daarmee kunnen frauderen natuurlijk. Maar dat is voor ons ook heel goed bij te houden. Als iemand iedere keer de tomaten afstreept, dan zeggen we, meneer, na 3 keer. Mevrouw, dat is toch een beetje vreemd. Dat zie ik bij u, et cetera. En je kunt er ook nog hele leuke dingen mee doen. Wat we bijvoorbeeld ook doen, als dat een keertje gebeurt, hè, dat de tomaten niet goed waren. Dat we dat dan de data zo geleiden, dat de runner die jouw volgende bezorging komt doen, die zegt, ik heb vandaag even extra gekeken of de tomaten wel goed zijn. Kunt u ook even kijken. Dus wat je eigenlijk zegt is dat je eigen medewerkers ook heel veel feedback geeft, waardoor ze zelf weer gewoon beter hun taak kunnen doen. Of het nou is in de operatie of bij klanten. Dat is perfect. Ja, gewoon probeer daarmee te helpen. Nou, en dat is natuurlijk toch de oude SRW-man, die ook waarschijnlijk alles wist van de familie. Totaal. Ja. Daar komt die metafoor van die best milkman on earth vandaan. En volgens mij gebruiken jullie ook data om vraag en aanbod enorm goed af te stemmen. En daarbij minder verlies te hebben. Wat volgens mij ook goed is voor ons allemaal. Wij krijgen natuurlijk allemaal orders binnen gedurende een dag. Ja. En aan het eind van de dag, 's avonds, is het keer het cut-off point voor de volgende dag. Nou, dat is heel fijn, want dan kunnen wij precies het goede aantal producten inkopen. Hè? En voor sommige ketens hebben we dat zelfs zo omgedraaid, bijvoorbeeld brood. We gaan alleen maar brood bakken, wat ook daadwerkelijk besteld is. Dus er wordt geen brood weggegooid. Nou, dat is fantastisch, want in een normale supermarkt wordt heel veel brood weggegooid. Ja. Maar we zijn steeds verder aan het gaan. En dan staan we eigenlijk nog maar in de kinderschoenen. Want die keten kan nog veel verder verbeterd worden. Ja. Uiteindelijk moet het zo zijn dat in de fabriek van wie dan ook, maar Unilever, Procter & Gamble, Heineken, noem maar iemand op. Dat die ook precies weet wat er aan de vraagkant gebeurt. Zodat er ook de shifts op het juiste moment kunnen worden
gepland, dat er geen overproductie is of onderproductie of wat dan ook. Ja, ik wilde zeggen, hoe gaan die initiatieven met die leveranciers? Hebben jullie een paar enthousiastelingen gevonden? We hebben zeker enthousiastelingen gevonden, absoluut. Maar we zijn nog wel aan het begin. Ja, want je zou kunnen zeggen dat je zegt, god, ik zie toch dat deze producten veel succesvoller zijn dan die. Moet je niet een beetje meer van dit doen? Dat zien we, dat is eigenlijk nog relatief makkelijk en dat doen we zeker. Maar wat interessanter is natuurlijk, is om een daadwerkelijke vernieuwing voor de hele keten te brengen. Niet te zeggen, absoluut, nou, dit is beter dan dat. Maar bijvoorbeeld, als je flessen cola verkoopt. Dus in een magazijn van een supermarkt staan normaal losse flessen cola, 4-packs en 6-packs. Ja. Het zijn allemaal 1,5 liter flessen met een sleeve eromheen. En wij zeggen, ja, dat hoeft helemaal die 4-pack of die 6-pack niet. Want als je gewoon alleen maar singles geeft, dan kan je ze ook per 4 verkopen. Kun je een andere prijs, of per 3, of per 5, of per 7. Maakt ons niet uit. En dan hebben we maar 1 soort cola daar staan. En dat scheelt jou die sleeve er weer omheen doen. En wij zien natuurlijk ook vanuit Spak Optimus, dat elke industrie waarbij iedereen zegt, nou, dat zal nooit iets worden met online aankopen. Er moet maar iemand komen die het dan gewoon gaat doen. En dan zie je, dan gaat het online aandeel gewoon omhoog. Want mensen zitten gewoon te wachten op betere kwaliteit, betere service, betere prijzen. Dus, en het is helemaal waar wat je zegt. Ik hoorde laatst een prachtig ondernemersverhaal van iemand in Engeland die een digitale huiswerk heeft gemaakt. Maar dan kun je dag en nacht gewoon een afspraak krijgen. En de NHS, de zorgverzekeraar, zeg maar eventjes in Engeland, die betaalt meer voor dat consult dan voor een consult bij een gewone dokter. Omdat de data die er omheen zit, gewoon gestructureerder, je moet een paar vragen beantwoorden voordat je, zeg maar, live iemand spreekt. Is gewoon beter. Dus er zijn zelfs dat soort dingen. En dit bedrijf heeft nu een vestiging in Rwanda geopend. Want hoe gaaf is het als je de gezondheidszorg van, laten we zeggen, Europa ook naar Afrika kan nemen. Dat is maar een voorbeeld. Hè? Dus het zijn industrieën waarvan wij nu nog van denken van, oh, jongens, dat werkt niet. Met de huisarts moet ik gewoon even. Gaat allemaal nog gebeuren. En als je een beetje terugkijkt op die 5 jaar. Dan zijn je toch van een start-up toch echt wel een scale-up geworden met de 500 miljoen. Maar zijn er een paar dingen die je kunt uitlichten dat je ook denkt, nou, misschien kunnen andere scale-ups daar ook iets aan hebben? Een van de dingen die me het meest is bijgebleven, die ik misschien niet zo onmiddellijk goed op de bril had voordat ik begon, is de kracht van positieve energie. Nou, dat is natuurlijk iets heel simpels. Een team die gewoon enorme spirit heeft, enorme can-do, mentaliteit, willingness. Die kan bijna alles aan. Het is een soort van ontdekking dat als je maar nieuwsgierig en open-minded genoeg bent, ja, dan kun je nagenoeg alles leren. En dat geldt misschien niet in sport of presenteren of et cetera. En dat soort dingen. Maar in heel veel dingen die wij doen, wel. Kun je best. Ik wist ook niet hoe je bananen moet verkopen, et cetera. Maar als je daar gewoon toe zet, kan je in ieder geval een stuk meer dan je zou denken. En dat vond ik een enorme ontdekking. En dat draait heel erg om energie. Want die energie is dat vliegwiel. Ja. Waardoor iedereen het leuk vindt. Er zin in heeft. Mensen willen komen. Dat ik het leuk vind. Dat iedereen zin heeft 's ochtends. Ja, dat is een ongelooflijk krachtig ding. En dat wordt best wel in veel organisaties, tenminste ondergewaardeerd, if not een beetje kapot gemaakt door een soort structuur. Nou, want daar voeg ik natuurlijk toch wel iets toe, want het is een positieve energie en het idee dat je de autonomie hebt om je eigen doelstellingen te kunnen halen. Precies. En wat je ook al eerder zei, en eigen data krijgt om daar ook op te kunnen acteren en gewoon je eigen resultaten, heet het, kunt verbeteren. Het is gewoon gaaf. Wij moeten iets nieuws brengen. Als wij niet iets nieuws brengen, dan hebben we er eigenlijk niks te zoeken. Ja. Want in Nederland, Albert Heijn, Jumbo, allerlei andere grote supermarkten, die zijn steengoed, die hebben supergoede mensen, hebben al die producten, denken ongelooflijk goed na. Dus daar zit het natuurlijk allemaal niet in, zeg maar. Nee. Wij moeten echt vernieuwing brengen. Meaningful vernieuwing in iedere dag weer. Wat vandaag goed genoeg is, is overmorgen oud. In jouw industrie geldt precies hetzelfde. En McKinsey heeft het natuurlijk helemaal uitgeflooid hoe je consulting doet, zeg maar, eventjes simpel gezegd. Hè? En die doet het al, weet ik veel, 80 jaar of zo. En toch heb je een niche weten te vinden, of een hoek weten te vinden door het anders te doen en die heel goed werkt. Het is natuurlijk wonderlijk waarom jou dat lukt. Nee, maar dat is absoluut waar. Nee, maar weet je, het is grappig dat je dat zegt, omdat we ook zeggen, natuurlijk snel lerende organisaties hebben de toekomst. Maar jullie hebben ook heel veel jonge mensen in dienst. Ja, ik vind jonge mensen eigenlijk hier gewoon veel beter in. En dat komt een beetje omdat je bij allemaal toch een beetje belast worden met ervaring. Ja. Ervaring heeft soms voordelen. Als je iets geleerd hebt, een trucje hebt geleerd, Dan is het handig als je dat kan herhalen. Maar in onze wereld is het geen trucje leren. In onze wereld is het heel erg open kijken en ontdekken en proberen te synthese te zien. En jonge mensen met een heldere geest staan daar in ieder geval heel goed open voor. Maar het punt is,
de manier waarop je werkt en weet je wel, snel zeg maar, dingen wel of niet lukken, weet je wel, en dan het nog een keer proberen. Hoe hou je dat nog steeds, diezelfde cultuur, als je groter wordt? Ik denk dat ik mezelf zo'n beetje ieder half jaar opnieuw moet uitvinden. Ja. Dat ik moet nadenken, goh, in wat voor omgeving zit ik nu eigenlijk? En wat kan ik hier nou het beste bijdragen? En wat moet ik daarvoor doen? Ja. We moeten dat continu, want bedoel, we hebben vandaag een bedrijf waar dan 7000 mensen werken. Volgend jaar zullen er meer dan 10.000 werken. Nou, misschien maakt dat niet zoveel uit, dat kan ik nu niet overzien. Maar nee. In ieder geval, kijk, allerlei aspecten die we niet wisten toen we 10 autootjes hadden. Toen waren we ook wel een beetje met safety bezig, maar op een hele andere manier dan nu. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die online bedrijven misschien niet heel goed kennen. En die zeggen, ja, het enige wat die doen is gewoon eindeloos veel geld erin steken. En dat wordt nooit winstgevend. En er zit een iets grotere strategie achter dan dat. Ik kan me bijvoorbeeld nog levendig herinneren van Zalando in de tijd. Ja. Dat de mode-retailers zeggen, ja, maar dit is zo oneerlijk. Bakken met geld er tegenaan. En maar goedkoop kleding verkopen. Dat gaat zeker mis. Absoluut. Maar dat is natuurlijk heel, heel comfortabel om te denken als je een gevestigd bedrijf, denk ik, nou ja, dat wordt toch niks. Nou, dan kan je daarmee in een bakje, het beste wat je kan gebeuren als nieuwkomer. Want dan doe je dus niks. Dan word je niet serieus genomen. Maar je moet natuurlijk eigenlijk kijken naar, wat we met een slecht Nederlands woord, de unit economics noemen. Van, wat gebeurt er nou met één order of één klant? Als je gewoon kijkt naar iedere klant, dan is die klant direct winstgevend. Dus dan weet je eigenlijk gewoon, oké, als ik nou maar genoeg klantjes blijf sparen op deze manier, dan komt het wel goed. Nee, daarom leek het me toch even goed om daarin te gaan. Want ik weet dat het altijd een soort sappig onderwerp is. En er zit een heel duidelijk plan achter. Dan wil ik naar ons laatste soort van set. Namelijk de komende 5 jaar. We zitten bijvoorbeeld pas in 40% van Nederland. En we zitten in iets van 5% van Duitsland. Nou, dus daar is nog een wereld te winnen. Dus we zullen gewoon van stad naar stad blijven uitbreiden. En in iedere stad waar we zitten zullen we proberen te blijven groeien. Maar zeg maar op een iets grotere dimensie denk ik ook nog steeds dat wij onszelf iedere keer weer moeten denken, goh, hoe kunnen we hier nog iets nieuwers, nog iets beters brengen? Want de wereld gaat vooruit en wij moeten zorgen dat we nog harder vooruit gaan. Om het nog fijner te maken voor klanten, nog veiliger te maken, nog prettiger te maken voor de mensen die bij ons werken. Dus we hebben niet zozeer een stip op de horizon van we willen zo en zo groot worden, maar we willen vooral de best milkman on earth worden. Het is leuker om te proberen de beste te worden, de fijnste slager, ja, de fijnste bakker of de leukste melkboer, ja, dan iets anders. Dus dat proberen we na te zien. En dat heeft bijvoorbeeld ook heel veel dimensies voor ons eigen team mensen. Er moet wel een feestje zijn, ook met ons werk. Als dat niet zo is, krijgen we überhaupt nooit voor elkaar. Behalve dat je de beste, de milkman on earth wil zijn, doe je natuurlijk ook andere dingen. Want je haalt ook al pakjes op. Oh, ja, je maakt ook gebruik van het feit dat er zeg maar mensen bij al die 300.000, 400.000 mensen waar je dan nog geen sleutel van hebt, maar wel het vertrouwen rondloopt. Ja. Al die pakjes die geleverd worden en die mode die geruild moet worden, best wel irritant dat je daar weer voor naar een pick-up point of ergens naartoe moet om dat weer af te geven. Toen zijn we daarmee eerst voorzichtig begonnen en toen kregen we natuurlijk heel veel weerstand. Ja. Iedereen helemaal ontregeld. Goeie stap 1. En dan verder denken. Ik ben echt door een paar mensen gebeld. Hoe kan je dit nou doen? Ik zei, wat bedoel je nou precies? Ja, we hebben toch helemaal geen afspraak over dat je onze pakketjes mag terugbrengen? Ik zei, nee, maar ik mag toch de klant wel helpen? En nou, dat is ook een grappige mindset, hè, dat iedereen denkt, hoe kan dat? Toen ontdekten we dat mensen het gewoon hartstikke fijn vonden. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Doen jullie dat nu al op grote schaal? Of? Nu hebben we het wat groter gemaakt. Nu zijn we dus wel begonnen met die bedrijven netjes te praten. En nu nemen we bijvoorbeeld alle DHL-pakketjes mee terug. En zijn we met anderen allemaal nog in gesprek. Als bezoek nog nuttiger kan worden, ja, dan is dat voor iedereen fijn. Absoluut. Nou, ik moet ook zeggen, ik ben zelf een picknickklant. Misschien toch goed om te weten. En je krijgt ook een heel vrolijk iemand thuis. Nou, daar zit heel veel in, hè. Daar zit echt ongelooflijk veel in. Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Wij trainen geen aardige mensen, we selecteren aardige mensen. Heb jij nog iets waarvan je zegt, nou ja, hier wil ik het echt nog over hebben. Daar heb je helemaal geen vragen over gesteld, Alexandra. Ik wil jou feliciteren natuurlijk. Ach, wat leuk. 5 jaar is een klein beginnetje, maar ik vind het echt waanzinnig knap. Ondernemerschap, wat jij hebt gedaan, wat jullie hebben gedaan, maar ondernemerschap, mensen die gewoon iets creëren uit het niets, dat vind ik zoiets gaafs, dat is zo leuk. En dat is geheel wederzijds. Ik denk dat daar ons blijvend enthousiasme vandaan komt. Wij hebben ook een boek geschreven over 10 jaar en jullie hebben net een mooie televisieshow over je 5 jaar gehad. Ja. Maar wij zeggen ook in dat boek, en volgens mij hebben jullie dat ook, wij verheugen ons al op de komende 10 jaar. Zover gaat ons ook enthousiasme. En bij jullie ook, ik denk dat je niet kunt wachten hoe de komende 5 jaar zich weer ontrolt. En bij ons, dat is toch geweldig, hoe ver je daar nu gekomen bent.
Waanzinnig leuk. Dan gaan we het over 5 jaar weer doen. Het was leuk om te doen. Geweldig. Dankjewel. Dankjewel.